ben de video's naar Naomi aan het sturen van de vlog van vorige week. Ik ga nu lopen. Oh, ik ben wel echt moe. Ik raak maar niet uitgerust. Maar ik moet iets. Ik ga dan zo om 11 uur in mijn bed liggen, maar ik zit dan zo nog met gsm tot om 12 uur, 1 uur. Dat is niet de bedoeling, mensen. Dat is niet de bedoeling. Oké, fris gewassen. Goed gelopen, een uur. En nu naar de winkel rijden om dozen in mijn auto te steken. En dan van de winkel naar Antwerpen voor sollicitaties vandaag al eentje. En dan in de late namiddag, avond heb ik er nog twee. Donderdag heb ik er nog. Dag leeg winkeltje. Bye, bye, bye. Oké, ik heb de eerste sollicitatie gehad. Ik heb weer een pokeball gaan halen. Oh my god. Allee, meestal bestel ik die, maar nu ben ik hier in de straat bij die andere gaan halen. Bij de concurrentie van Thibaut. Dus ik ben eens benieuwd, maar Thibaut was niet open. Ik had echt veel honger, ik wist anders niet wat eten. En nu ga ik hier voortwerken. Oei. Mijn brievenbus nog eens leeg. Wie is er nog zo slecht in zijn brievenbus leeg? Ik weet niet waarom, maar dat is zoiets dat ik ook zo altijd zomaar om de zoveel tijd iets doe. Man, man, man. En dan is dat weer zo veel, hè. En ook, ik moet dringend zo eens een sticker kopen voor geen reclame te krijgen. Hier is ze, de Braafski. Onbetaald. Hier is ze, onbetaald. De Messels van Brussels. Lief, ja, hij is lief, hè. Ja, dat is voor u, hè. Niet voor mij, zo. Ja, voor mij. Rustig lachen, ja, ja. Oké, ik ben nog aan het werken. Het is 9:30. Oeh, ik ben wel moe. Ik heb nog niet gegeten. Dus ik ga soep eten en mijn litteken is weer zo duidelijk zichtbaar. Dat is echt zot. Als ik geen schmink op heb, ziet hij dat toch echt nog niet. Al sinds kervelsoepje van de beenhouwer hieronder. Dan is het weer slapen. Oké, live at the moment. Ik heb mijn auto dus uitgeladen vanmiddag. En dit is... Als wat eruit gekomen is, nee, dit lag hier al. Ook deze zak en mand en nog een andere mand van de Carrefour. Dus dit moet ook nog allemaal weggehangen worden in de kast. Wauw, is niet oké. Goedemorgen, ik ben mij aan het schminken en ondertussen thee gezet voor mee te nemen vandaag. Mijn dopper zit in de auto, kleedje moet ik nog veranderen. Ik ga even nog langs de winkel kiezen wat ik ga aan. Het is ondertussen 7:10. Oei ja, om 7:30 moet ik wel hier echt buiten zijn. Want om 8:00 moet ik aan de Crown Plaza staan. En daar halen ze mij op. Want ik heb vandaag opnames voor Galaxy TV. Ik kan wel nog niet... Ah nee, ik mag niet filmen. Nee, ik mag niet filmen. Want deze vlog komt volgende week woensdag online. Ah ja, en de video normaal ook. Maar ja, als dat dan toch niet is... Ik zal filmen, niet te veel. Dan kunnen we nog altijd zien of we het in de vlog mogen steken of niet. Ik heb er heel veel zin in vandaag. We gaan heel veel leuke dingen doen. Ik heb een winterjas mee. Wat zou het kunnen zijn? Wanneer dat je op tijd klaar bent, op tijd klaar staat om te vertrekken, je eigenlijk bijna de deur uit bent en ze sturen een bericht dat je nog niet moet vertrekken, want ze hebben file. En dan een half uur later hebben ze weer nog file. Och, arme. Alleszins, ze gaan er pas zijn om 9:30. Dus binnen een kwartier moet ik nu vertrekken. En normaal waren ze er om 8:00, dus dat is een uur en een half later. Maar ik heb mij nog wel nuttig bezig gehouden. En ik moet wel nog altijd naar de winkel, dus binnen een kwartier vertrek ik. Om dan even dat kleedje gaan aandoen en dan ben ik weg. Ik heb mijn haar nog in de krul gedaan. Pff, ik moet dat toch nog eens deftig leren als iemand tutorials weet of zo, hoe dat je haar in zo'n golven kunt doen. Want eigenlijk waar, trekt op niet veel. Misschien moet ik het nog een beetje gaan voortdoen eraan, want ik weet niet. Ik doe maar wat en ik... Oké, ik ben vandaag geboeid aan... Ik heb net geskiet, mijn handboeien aan. Niet zo evident, maar het is wel gelukt. En nu gaan we karten. Is het lekker, jongens? Mm. Is het een ijstee? Ijstee, ja. Ja? Zonder ijs? We zijn nooit ijstee. Hoe zeg jij dan?
iced tea? Een iced tea? Dat is bijna hetzelfde. Is een iced tea, toch? Dat is niet hetzelfde. Een iced tea is echt zo'n thee. En doe ook nog maar 6 chicken McNuggets met zoetzure saus. Waarom? Wat pakt je allemaal? Ja. Fuck! Kijk wie ik hier tegenkom, sinds stad. Hé, hey, waar is mijn hond? Ik ben zo zat. Allee, dat is niet waar. Zo zat. Is dat echt? Als ondertussen man. Dat is toch niet waar, mama? Oh, is dat waar? Ben niet. Oh, zeg. En wat gaan jullie nu doen? Met een velo pakken. Ik ben met de velo gekomen en de watertaxi. Wat? Je bent zat, maar die kunnen wel voorbij. Zeg, zo leuk! En papa ziet het zitten, hoe lang zit daar nog onderweg? Je zonnebril heb je niet meer nodig, denk ik. Ik ga met de auto mee. Hè. Ah, we gaan nu niet meer terug. Ik dacht dat je nog terug ging fietsen. Allee, je kijkt weer zo boos, slacht is. Oké, het is. Welke dag zijn we vandaag? Ik weet het niet. Woensdag. Ik ben nog thuis, maar hier is Lorenzo van Ja, niet mee. Oei, je bent niet scherp. Oh, die pakt alleen mij. Nu is het gaaskerm. En wij gaan vandaag video's opnemen en die komen op Jani TV. Dus dat moeten jullie allemaal naar Jani TV kijken. Ik zal het laten weten als ze online staan. Dus ik heb heel de dag opnames gehad voor Jani TV. We zijn nu aan het schminken. Het is 9 uur, maar ik ben zo moe. Ik zit in slaapgeval achter mijn computer. Ik heb zoiets van oké, ik ga gewoon slapen. Ik ga echt ook niet meer naar mijn gsm kijken. Want anders ben ik weer vertrokken en dan zit ik daar weer daar nog op te werken. En te googeloeren. Dus ik dacht, nee, ik ga gewoon slapen. Het was een hele grappige dag. Oh. Maar omdat ik het script en de tekst en zo, de go ervoor, ik had die tekst zelf geschreven, maar ik wist toch niet of de tekst goed was. Ik had die nog niet van buiten kunnen leren of niks. En gisteravond heb ik dat pas doorgekeerd. Oké, het is goed. We gaan het doen morgen. Zo en zo. En ja, dus ik moest altijd zo die korte stukjes even onthouden om dan te doen. Direct. Wat dat heel grappig was, omdat ik dan boos word op mijn eigen als ik het niet zo snel genoeg kan. Plus op een gegeven moment kom ik zo naar buiten. Ik had dit blouseje aan en ik had eigenlijk mijn tekst goed. En we zeggen, ah ja, dat was goed. Blablabla. En ineens zegt Stefanie tegen mij, want dat was in de winkel, maar uw blouse staat open, weet je dat? Er was een knop open. Ik zo, nee, kom aan, dan moet je dat opnieuw doen. En hij zo, nee, dat was echt niet. Toen je buiten kwam, ik zo, ja, check dat maar eens. Hè, voor het zekerste. Wij kijken, natuurlijk staat mijn blouse open. Oh my god. Dan in de auto ook een fragment, dat ik het echt juist geneeld had. Dat dan hij, achteraf als gekeken naar het fragment, moest ook zo stories maken voor de Instagram van Jani TV. En je ziet hem zo in beeld komen voor een story te maken. Oh, fucking hell. Wat er ook nog misgegaan is, dat heb ik beseft. Dus ik was een zak nog gaan halen in Knokken nog Gerief. En ik ben ingestapt. En Lilou zat op mijn plaats. Die was uit haar dingen, dus die zat op mijn plaats. Dus ik moest Lilou op mijn schoot nemen. En ik denk dat de zakken die ik mee moest nemen op de grond gezet heb, in de auto gestapt. En die zak heb laten staan. En die ene zak is vol met kleren. Dat was een fashion die ik gekozen had. Die ik wou. Dat op zich kan ik mee leven dat ik dat kwijt ben. Die andere zak, er zitten allemaal paparazzen in. Dat is allemaal facturen. En ik weet niet meer wat nog. Dus dat stoort mij ook dat ik niet weet wat er nog in die weer in zat. Want ik had heel het weekend die zak gebruikt om zo dingen in te leggen. Van Knokken al. Die ik dacht van, ah ja, we moeten hier toch opruimen. Dus dat kan al in die zak. Dus ik zit mijn hoofd te breken de hele tijd. Daarover. Oh, echt waar. Ik hoop dat die zakken nog uitkomen, maar ik zou echt niet weten waar. Dus dat is de story of my fucking life. Oké, hier ben ik hier met mijn kapotte camera. Dat is echt heel lastig. Dat klapje is dus kapot. Ik heb nu weer 2 sollicitaties, dat kan ik niet filmen in de winkel. Maar ja, ik... dat is voor de privacy van de mensen, hè, dat ik dat niet kan filmen. Anders zou ik het jullie heel graag willen delen. Mijn mooie sollicitatieskills. Waar ik de mensen vragenvuur aan de schenen leg. Nee, dat is niet waar. Ik ben daar eigenlijk echt niet zo goed in. Maar het is gewoon belangrijk om de mensen te zien. En op basis daarvan kies ik dan mensen die proefdag komen draaien in de winkel. En dan pas kunnen eigenlijk natuurlijk de echte kwaliteit te zien van de mensen. En ja, dus dat ga ik nu doen.
gaat en alleen een super goeie en toffe. Mooi. Oh, ik heb gewoon zoveel in mijn hoofd en het is allemaal gewoon zo overweldigend. Het is altijd zo moeilijk om het uit te leggen. Oh. Nou, laat maar. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Oh, ik ben er gewoon mottig van. Ik ben gewoon mottig. Christine. Hallo, ja? Nee, ik zal er zijn. Ja, ik vraag je 1000 euro per uur voor consultants. Allee, net een theetje gedronken hier, sup, joep, jaar, met ons Christineke. En nu gaat ze mij een dons halen, want ik slaap al een maand zonder dons. Dat is dat beleefd. Dus onder een dekentje, ik zie je dan zo snel. Ik ben alleen, ik heb geen dons. Ik durf niet gewoon. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Mijn lens is vetter. Ja, dat is wel een heel professionele deurbel. Niet kan, hè. Dat is geen gewone Vlaming. Oh, oeh, dat was er een teen. Oh my god, sorry. Auw! Ah! Oh god. Ik kan niet meer. Fuck you. Hij is open. Kijk eens hier, vriendje. Oh, je bent zo cute. Je bent zo cute. Yes, meeting gaat ze, deze mooie jongen. Hé? Hey? Hier in de zeteltjes? Ja, in de zeteltjes. Oh, babyke. Ja, meisje. Oh, heb je flink bij Stefanie geweest vandaag. Stel heel de voormiddag aan mijn bureau. Het is zaterdag vandaag. Ik heb zot veel tandpijn. Ik denk echt dat ik een groot gat heb hier. Ah ja, van klein, maar het doet echt heel veel pijn. Ik heb al op mijn computer gewerkt. Ik ben nu nog een paparazze aan het doen. En straks schmink ik mij verder. Ik ben al gedoucht. Mijn haar is al semi-droog. En dan ga ik naar de trouw van Elke en Dennis. Heel veel zin in, ook al moet ik alleen gaan. Dus dat is al minder leuk. Ja, ik ga met mensen aan tafel zitten die ik niet ken. Maar ja, bon, ik ben altijd klaar om nieuwe mensen te leren kennen. Dus ik heb vooral gewoon zin om Elke gelukkig te zien en Dennis en hen samen. En ja, dat gaat gewoon heel mooi zijn om te zien. En ik ken haar zusjes ook, dus dat is ook leuk. En een deel van haar familie en ook wel een deel van haar vrienden, maar die zitten niet met mij aan tafel, jammer genoeg. Dus, maar alleszins, ja, zin in. En ja, nog even voortdoen en dan klaarmaken, want om 3 uur moet ik daar zijn. En ze zei, godverdomme, Laurentien, als jij ervoor zorgt dat mijn ceremonie om zeep is, omdat jij te laat bent, ik vergeef het u nooit. Dus ik ga echt zot hard op tijd vertrekken. En straks nog een kleedje halen bij Rafaela ook. Die is aan het werken in Lesseur. En die heeft een kleedje voor mij dat ik ga aan, want ik had niks om aan te doen. Hallo, hey. Hallo. Kijk, om even een hand te gaan winkelen. Oei, er is nog een andere hand. Dank je. Oei, die is boos. Ik ben op weg naar de trouw. Ik ben 5 minuten te vroeg daar. What the actual fuck? Hoezo kan dit? Heel bizar. Maar ik moet nog een filmpje opnemen als ik daar ben. Ik ben zo al heel voormiddag op Instagram in mijn stories aan het zeggen dat ik een lief heb. En iedereen is mega gechoqueerd. Hoe erg is dat eigenlijk? Dat niemand gelooft dat ik een vriend heb. En ik dacht, als ik dat mannetje meeneem, maar ja, ik heb hem gevonden. Als
ik dit mannetje nu neem en een Petrus noem of zo, zo'n naam die niet voorkomt. En dus ik ben zo aan het opbouwen naar het feit van ja, ik heb een vriendje, ik neem hem mee, ik ben super gelukkig, bla bla bla. En dan ga ik dus straks tonen dat het dat mannetje is en dan kan ik ermee aan tafel zitten en zo. En dan, ik weet niet, ja, het leek me wel grappig. We zijn een speech aan het missen. Oh, nee. Zij van haar eigen zus. Hoe kan dat nu? Dat is een ik ga doen. Ah, shit. Oké, het was gisteren een super, super mooie bruiloft. Dat was gedaan door Stories by Mabel. Dat is een meisje dat ook ooit meegedaan heeft aan de belofte. Ik zat toen in de jury, omdat ik dat jaar ervoor gewonnen had. En die praat echt met de mensen betrokken bij de bruiloft. En die zorgt ervoor dat het echt een super mooi verhaal is om neer te zetten die dag. Dus dat is een ceremonie van een uur en een half ongeveer. Maar super persoonlijk, super mooi. Ik heb geblijd van begin, toen ik eigenlijk nog niet gezien had, tot op het einde. Dat was allemaal zo mooi verteld. Maar hoe fout kun je eigenlijk zijn? Dus ik zet de verjaardag brunch van mijn vriendin, van een van mijn beste vriendinnen, op volgende week zondag op een of andere manier. Maar ik wist wel dat dat deze zondag was eigenlijk, deze week. Want ik had er nog aan gedacht van, ik heb geld overgeschreven voor die cadeau. Ik heb nog zitten denken, dan blijf ik misschien beter na een trouw slapen. Slaap ik misschien beter in Temse. Op een of andere rare manier ben ik vanmorgen, ik ben aan het werken al. Het is nu 11 uur bijna. Ik ben aan het werken en ik denk, straks met Lilouke naar Divers voor ontbijt en wat wandelen. En ik zie dat Jesse gebeld heeft en ik denk, misschien wil hij wel gaan ontbijten. Want waarom belt hij anders op zondagochtend? En dan stuurt ze zo, waar blijf je? En ik denk, waar blijf je? Waar moet ik zijn? En met een Frankveld. Oh my fucking god. Maar ik begrijp gewoon niet, hoe kunnen nu zo vergeetachtig zijn? Ik heb gisteravond, maar ja, natuurlijk, ik keek gisteravond, toen ik in bed lag, naar mijn agenda. En ik denk, chill, niks te doen, ik ga geen wekker zetten. Dan ben ik meestal zo rond 8 uur wakker. En ik dacht ook van, weet je, als je tot om 9 of 10 uur slaapt, dan is het zeker dat je lichaam nodig heeft. Dan mag dat morgen vroeg, want je hebt toch niks te doen. Maar oh my god, het is zo fucking kut om daar nu zo toe te komen en te zeggen, sorry Charlotte, je bent vergeten. Maar die gaat dat zeker begrijpen, want zij is ook vergeetachtig. En ze is ook altijd overal te laat en ze is ook zeer chaotisch en heel druk in haar leven. Dus we bidden op de vergevingsgezinde Charlotte. Oh, maar echt, ik vind dat niet oké. Ik vind dat echt niet tof. Zo'n dingen vind ik echt niet leuk om mee te maken. Maar oké, ik ga een uur te laat zijn. Allee, het is nu 5:00. Oh nee, film is kaar. Fucking kut, vuil is kar, ja. Ik moet erachter blijven, hè. Al sinds. Ja. Niks meer aan te doen, hè. Charlie, vergeeft je mij? Vergeef. Jee. Kom voor? Voor, ja, maar ik heb het al verteld in de auto. Ja, Gewoon, dat ik te laat ben. Wat else?